Zaterdagmiddag is de Golden Oldies Shop geopend in het voormalige pand van de V&D en Topshelf. Onze verslaggever Ster van Koten ging naar het Johnny van Doornplein. Ja, we staan nu in een ruimte van de Golden Oldies Shop. Astrid, hoe ben je op het idee gekomen? Nou, ik heb al 2 Golden Oldies Festival georganiseerd in Klarendal in Malburgen. En dat was echt dat de ouderen passief meededen. En ik dacht, nou, ouderen kunnen nog heel veel en hebben heel veel talenten. Laten we een shop opzetten voor en door ouderen, zodat ze meer actief betrokken zijn. Dus zo. Het is in de decembermaand, ook een maand dat veel mensen geconfronteerd worden met het alleen zijn. Ja. Zie je dat ook om je heen bij de bezoekers? Ja, ik zie wel bij veel ouderen dat ze eenzaam zijn of weet je, ook heel veel mensen al hebben verloren. En dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze met zichzelf aan moeten, maar ook niet naar activiteiten toe durven te gaan. Dus het kost wel tijd om vertrouwen te winnen van ouderen. En wat zijn de activiteiten precies? Nou, we doen diverse workshops, breien, haken, tassen naaien, tekenen, schilderen. Marmeren, dat is schilderen met water. We hebben een middag met uit de oude doos. Dat is met oude voorwerpen van vroeger gaan praten met elkaar. Van, goh, wat doet dit jou aan denken? En daarbij sluiten ook vrijwilligers aan. Eentje die gaat optreden en een mevrouw heeft aangeboden om door de kleding heen ouderen te masseren. We hebben bingo, we hebben een zingmiddag en we hebben nog een kerstbrunch. Dus het is heel gevarieerd. Er zijn ook mensen op dit moment aan het haken en aan het breien. Je hebt zelf ook wat van hen aan. Ja, is het ook te koop? Deze is ook te koop, ja. Dit is een mooie poncho, ook gemaakt door een van de ouderen die daar zit. En die ook de workshop geeft. Dus, En waar vind je de Golden Oldies Shop? De Golden Oldies Shop vind je op het Johnny van Doornplein, het voormalig V&D-pand. En dan op de begane grond, net achter La Plage. Als je naar binnen komt, zie je links La Plage en daarachter zitten wij. En hoop je op veel bezoekers? Ik hoop op heel veel bezoekers en voornamelijk ook ouderen. Dat ze ons weten te vinden, ja. En van wanneer tot wanneer is het precies en hoe laat? Het is nog tot en met 24 december. De meeste dagen zijn we open van 12 tot 4. Maar er zitten ook enkele dagen van 10 tot 2. En op maandag zijn we dicht. Maar van dinsdag tot en met zondag zitten we hier.